Ik ben Claire Tan, ik ben 17 jaar, ik kom uit Groningen en ik doe aan alpine skiën. Hallo, ik ben Jordi Schaaf, 17 jaar en ik doe aan alpine skiën. Ik stond voor het eerst op de skis toen ik 4 jaar was, denk ik. Ik weet het niet zeker. En mijn eerste wedstrijd skiede ik toen ik 10 jaar was. Ik was lid bij de skiclub in Groningen. En, zo is het dan begonnen. Ja, ik was 2 toen ik voor het eerst op de skis stond en met mijn vader en moeder meeging naar Frankrijk. En mijn vader zei, ja, als je kan lopen, dan kan je ook skiën. Dus eigenlijk met de paplepel erin gebracht. En ik vond het toch wel erg leuk en zo een beetje begonnen op de borstelbaan met wat beter leren skiën en zo een beetje in het wedstrijdcircuit gerold. Dus vandaar. Ik kwam erachter dat ik goed was in skiën toen ik 13 was, ongeveer 12, 13. Toen had ik een keer een kans om op het NK in de sneeuw een medaille te halen. En toen ben ik bij beide wedstrijden gevallen en dat vond ik toch niet zo leuk. Dus toen besloot ik maar er meer tijd in te steken. En toen wist ik ook echt dat ik goed wilde worden in skiën. Ongeveer 20 uur aan het skiën en daarnaast nog 10 uur fysieke training ongeveer. Dus daar ben ik ongeveer 30 uur in de week kwijt. Nou ja, normaal gesproken 6:30, 7 uur ontbijt. 7:30 weg in de auto zitten, meestal een half uurtje rijden. Nou, dan beginnen met trainen. Eerst rustig inskiën, dan even opwarmen, slaan verkennen. En dan ligt eraan hoe het weer is, hoe de piste zich houdt en hoeveel runs je kan doen. Nou, ja, meestal zijn dat tussen de 8 en de 12 runs, zeg maar. Dus dan ben je zo tussen 1 en 2 ben je weer terug in het huis, doe je fysieke training. Nog een beetje wat aan school, nou, dan is de dag alweer bijna om. Mijn favoriete onderdeel is toch wel de slalom, al moet ik zeggen dat ik reuzenslalom ook erg leuk vind. Mijn beste onderdeel is de reuzenslalom, die vind ik ook het leukste om te doen. Slalom vind ik ook heel erg leuk, daar ben ik dit jaar ook iets meer tijd in gaan steken. Ik merk ook dat ik daar steeds meer vooruitgang in boek. Super G doe ik niet zoveel. Ik vind het wel heel erg leuk, maar de mogelijkheden om te trainen zijn minder goed. Nou, een droomdoel wat ik hoop dat uitkomen is de Spelen van 22. Mijn sportieve droom is om in de World Cup punten mee te kunnen doen. Ik hoop in Lillehammer op de reuzenslalom een top 10 plek te halen en slalom een top 15 plek.